vandaag geplukt, morgen gesorteerd, overmorgen gezond en wel in de winkel. Opluchting bij een deel van de boeren in de Hoeksche Waard. Alle beperkende maatregelen zijn ingetrokken voor het gebied dat buiten de 10 kilometer ligt van Moerdijk. In Klaaswaal, Numansdorp, Maasdam en Puttershoek mag het vee weer naar buiten en kan de wintergroente van het land. De boeren moeten nu wel extra hard aan de slag. Alle spruitenboeren hier in de omgeving die buiten de 10 kilometer zone zitten natuurlijk, zijn volop aan het oogsten. En het product wat nog goed is, proberen ze veilig en goed en gezond binnen te halen. En u denkt ook dat de spruiten nog gegeten zullen worden? Ik ben ervan overtuigd dat de mensen nog graag de spruiten willen eten. We hebben als sector bewezen dat we een veilig product op het bord neerleggen. Het blijkt gewoon dat dit product 100% veilig is. Dus de consument kan dit goed nemen. Toch is de schade groot. De land- en tuinbouworganisatie heeft al een schadepost van een slordige miljoen euro ingecalculeerd. Vooral boeren in het gebied dat nog steeds op slot zit, zijn de dupe. Zij mogen wel oogsten, maar hun spruiten niet verkopen. Binnen het gebied praat je over een 63 hectare wat momenteel nog op het land staat. En een hectare is al gauw 10.000 euro waard. Wie draait eigenlijk op voor die schadepost? Wij gaan ervan uit dat de regering hierin bij zal springen. Want dit behoort niet tot ondernemersrisico. Dit is een risico wat wij niet hebben kunnen afdekken. En wij vinden dat de regering hierin bij moet springen. Voor deze boeren is het wachten op het RIVM-rapport. Uit ongeduld zijn de boeren zelf monsters gaan nemen. Hoe zien die eigen monsters eruit? Die zien er dusdanig uit dat ze gewoon geconsumeerd kunnen worden. Dus goed uitslagen met weinig problemen op het product. Het wachten is op het RIVM? Het wachten is, zoals al 14 dagen lang, op het RIVM dat ze vaart maken.